Hallo allemaal, jullie zien het. Het is weer tijd voor een sessie van Moonlighter. Ik moet wat spullen in mijn winkel gaan verkopen. Ik ben net wakker, dus we gaan kijken wat we allemaal hier kwijt kunnen. We gaan gewoon door waar wij gisteren zijn gebleven. Ik had al gezegd dat ik voor jullie elke keer nu dit zou spelen met jullie erbij. En we maken dit eventjes iets goedkoper. Zo. Teeth Stone. Geen idee waar ik dit voor kwijt kan. Even kijken. Dat maken we goedkoper. Zo. Ik moet namelijk wat ruimte zien te maken. Een vine. Ja, dan gaan we er gewoon te goedkoper in gooien, denk ik. 40. Nou. Zo. Winkel gaat open. Want dat is het idee, hè? Oké. Ik kan de deur niet open doen. Oh, het is nacht. Ik gooi allemaal dingen erin, maar het is juist nacht. Dus ik moet nu monsters gaan jagen. Ik dacht dat het overdag was. Hopla, dan gaan we nu naar boven. Dan gaan wij naar de Golem Dungeon. Dat is deze dungeon. En dan gaan we kijken wat erin zit. Hopla. Ik heb nog geen beter wapen. Dat kan ik wel doen, want ik heb gezien in de stad is er een smid. En die kan mijn wapen voor mij upgraden. Dat is misschien wel slim, maar tot nu toe heb ik het nog niet echt nodig gehad. Want ik heb nog niet heel veel plek in mijn rugzak. Welke kant gaan we op? Nou, we gaan gewoon naar rechts. Zo, hier zijn wat beesten. Zo, even kijken wat takken. Oké, die takken is nou niet echt heel spannend natuurlijk om mee te beginnen. Zo. Nog wat meer. Ik zit alweer op de 13 van de 20. Dus mijn backpack is bijna vol. Weer een briefje. Wat zegt het briefje? Waarom verandert... Oh, dit hebben we gisteren al gehad. Waarom verdwijnen onze spullen de hele tijd? Nou ja, dat zal wel. We gaan gewoon door. Hopla. Hopla. Zo, ik kan mijn teleporter weer gebruiken. Zo, wat is hier? Ik zit nog steeds op de 17 van de 20, dus dat is goed. Deze dingen moeten aan de zijkant. Nou, dat is ook geen probleem. Ik zie dus als je hier kijkt dat er dus speciale eigenschappen zijn. Dus dat het aan de zijkant geplaatst moet worden. Ik heb geen idee waarom dat is. Maar we houden ons gewoon lekker aan de regels. Dit is niet heel spannend. 20 van de 20. Kunnen we dit allemaal nog kwijt? Oh, wat was dat nou? Kom ik daar terecht? Tijd om naar huis te gaan, hè? We hebben weer wat spulletjes verkocht en zo. Dus we gaan weer terug naar de winkel. Wat hebben we verslagen? Nou, dit. Ik hoop wel dat ik een grotere zak kan kopen binnenkort. Want dit is... natuurlijk wel heel kort wat ik in zo'n kerker kan blijven. Zo. Enter. De winkel kan open. We hebben natuurlijk al wat spullen staan. Kan ik eigenlijk ook met die mensen praten hier? Nee, dat kan niet. En hoeveel geld ik heb? Ik heb iets meer dan 1000 goudstukken. En die vindt dit te duur. Hopla. Dan gaan wij dit eventjes een stuk goedkoper maken. Want ik wil er wel van af. Ik heb ruimte nodig. Dat is ook te duur. Alles is te duur, mensen. Dat is een beetje jammer. Zo. Dit gaat ook dan maar naar 11. Is dit beter? Ook nog steeds te duur. Nou, het ijzer wordt in ieder geval gekocht. Ja, volgens mij willen die mensen het gewoon voor niks hebben. Oh, nou nog minder dus. 20. Dit voor 3. 4. Nou, dit dan. Kom op mensen, ik moet van die spullen af. Dus jullie moeten het wel echt gaan kopen nu. Het is gemaakt door een klein teambitspel. Ja,
Doe even gewoon. Het is 3. 20 goud. Dat is een bargain. Dat is een koopje. Jullie bestelen me bijna. Nou, dat is nog steeds te duur. Even kijken. Wat is dit? Dus gaan we er, maken we er maar 5 van. Ik moet er gewoon vanaf. Zo. Deze deden het gisteren wel goed. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Takken. Nou, wat zou je voor takken kunnen krijgen? 2. Ik heb geen idee wat je voor takken kan krijgen. Gelukkig onthoudt het spel wel de laatste prijs die je erin hebt gegooid. Ah, hij ziet er heel stoer uit. Hij was naar iets op zoek, maar ik heb niet geen idee of we dat hebben. Nou, mevrouw. Ja, oh, nu is het een goede deal. Nu ik het zo goedkoop heb gemaakt. Nou, mooi is dat. Mooi verhaal. Oké, mijn takken zijn dus blijkbaar te goedkoop. Hopla, ik heb nog veel meer takken. Meer waar dat vandaan kwam. Zo. Zo, 2 keer zo duur. En dit kan ook hierin. Zo. Daar gaan we. Kijken of dit wat is. Ik vraag me af of ik ook op een gegeven moment mijn winkel kan upgraden. Daar gaan we vanzelf achter komen, denk ik. Dus gelukkig komen ze wel mijn winkel in. Nou, hij moet ook takken hebben. Wat moeten doen die mensen mee? Misschien maken ze er vuurtjes mee. Goede prijs voor de takken, dat is wel fijn. Hopla. Goede prijs voor dat, goede prijs voor dat. Nou, perfect. Oh, voordat jij daar gaat, dan... Zo, alle takken gooi ik erin. En mijn ijzer, want dat was ook een goede deal. Hebben we nog meer? Wat is dit? Volgens mij was deze te... Ja, was ook wel goed zo. Oh, dat is een goede deal. Dat moeten we duurder gaan maken. Eigenlijk zou ik een... Ik zou eigenlijk een boekje bij moeten gaan houden om waar alles in staat voor wat ik het verkoop. Zo. Even kijken. Zo. Dit kan erin. Dit kan erin. En dan hebben we nog... Hey, 1. Zo. Oh, het kan maar in een stapel van 5. Heb ik dit al eerder verkocht? Nee. 10. Want ik heb geen idee wat het is. Nou, mevrouw, het is bijna nacht, dus snel even een aankoop doen. Kijk. Dan heb ik nog wat van mijn spullen kwijt, die kan ik er dan ingooien. Oh. Nou, dat was ook te goedkoop blijkbaar. Ja, maakt me niet uit, daar ben ik er vanaf, van die rommel. Zo. Even kijken, dit waren die vines. Kijk, die had ik al erin zitten. Ancient pot. Nou, die heb ik nog nooit gedaan. Zo, 50. Ik heb geen idee wat het is. Deze waren te goedkoop. Zo, nou, nu heb ik in ieder geval ruimte. Kijk, ik net op tijd. Saving. Hoe wat hebben we allemaal gedaan? Oef, wel weer bijna 1000 verdiend. Even kijken. Hardened steel is dus te goedkoop. Die moet meer dan 100 worden. Root. Oké, dat is allemaal minder. Takken zijn minder gevraagd. IJzer is meer gevraagd. Nou, goed om te weten. Kan ik hier nog boven wat doen? Oh, open. Joh, kijk. Dat maakt het al een stuk makkelijker. Dan kan ik in ieder geval al mijn spullen in kwijt. Waarom ga ik slapen? Dat was zo niet de bedoeling om te gaan slapen. Dat zou, wel handig zijn als ze daar een dingetje bij zeiden van weet je het zeker? Ja, oké, dit is nog steeds hetzelfde.
foutje bedankt. Even kijken. Ik ga gewoon lekker naar buiten toe. Ik ga gewoon even in de stad wandelen. De stad is wel eens mooier geweest toen je opa hem de winkel opende. Een heleboel mensen kwamen langs om te kopen. Het was lekker druk. Nu is het helemaal niks. Waardeloze shop. Oh, kijk, hier. Deze kan ik kan een sailbox maken. Ja, als ik het geld zou hebben. Een beter bed. Even kijken. Extra ruimte. Dat heb ik allemaal nog niet nodig. Oké, nou ja, dat is leuk. Maar dat is nog niet de bedoeling. Kijk, dit heb ik wel nodig. En wat is dit? Een wooden hat. Ja, dat heb ik nog niet nodig. Ja, dat wil ik wel. Zo. Oké, kijk, daar gaat hij erheen. De smid komt eraan. Die gaat even mijn zwaard maken. Moet ik naar hem toe of niet? Oh, ik heb een smederij gemaakt. Kijk eens aan. Hey. Oh, jij hebt mijn smid aangevraagd. Mijn naam is André, de meestersmid super deluxe. Even kijken, als het wapens of armor is wat je zoekt, dan ben ik de persoon om te doen. Oké. Ah, kijk. Hier kan ik dus zelf die spullen gaan maken. En dan heb ik dus alles wat ik net verkocht heb, heb ik eigenlijk ook zelf nodig. Goed om te weten, dat is wel heel erg cool. Want die spullen kan ik natuurlijk veel beter verkopen dan die onzin die ik nu verkoop. Zoals dat zijn goedkope producten. Waar komt hij? Kijk, hij komt hierbij. Kijk, het is dus de bedoeling dat ik zelf die stad mooier maak. Nou, dat is wel helemaal fantastisch. Waar is mijn poppetje nu? Even zoeken. Kijk, daar ben ik. Kunnen we even gaan kijken wat zij nodig heeft. De wooden hat. De houten hoed. Lijkt me niet heel lekker zitten. Oh, iemand. Even kijken. Ja, ik ben helemaal verdiept in mijn boek. Ja, ik ben Eris en ik maak spullen. Ik wil potions. Wat hebben we daarvoor nodig? Red jelly zie ik. Helemaal geweldig. Enchantments. Hey, kijk. Ik kan een swords and shields. To enchant trading swords and shields. Ja, oh, nee, dat kost 1000 goud. Gaan we niet doen. Even kijken. Ja. Oh, dat is niet mijn huis. Dit is mijn huis. Oh, kijk. En dan kan ik hier open shop doen. En dan gaat de tijd dus pas lopen. Handig. Dat hebben ze wel slim aangepakt. Dum-ti-dum-ti-dum. Wat wil je? Ja. Maar ik moet er nu dus op gaan letten dat ik dus niet meer alles ga verkopen. Omdat ik het dus nu ook zelf kan gebruiken. En ik vind het wel prettig dat ik het dus niet bij me hoef te hebben voor om te verkopen. Maar dat ik het ook dus gewoon zeg maar in die kist en zo kan hebben. Dat scheelt, want anders ja, blijf je allesmaal spullen bij je houden. Zo wil ik nog... Ja, zie, ik heb hier ook echt niks meer. Even kijken, wat vinden we daarvan? Dat is een te goede deal. Daar doen we het niet voor. Dat is ook een goede deal. Nou, wat wil hij hebben? Zo, toch nog eventjes wat open. Kijk, ik ben een winkel, dus ik moet wel wat te verkopen hebben. Zo, dit gaat hier. Heb ik een prijs? Nee, ik heb nog geen prijs. Zo. Dat vind ik wel jammer dat ik niet echt een indicatie heb van wat nou een beetje oké is om te vragen. Zo. Ik moet een beetje de tijd in de gaten gaan houden, want ik wil wel spelen. Maar ik moet natuurlijk niet veel te lang spelen. Wij zitten nu op een kwartiertje. We zijn een kwartiertje bezig, dus dat is mooi. Hij wil nog steeds wapens en zo hebben. Maar ja, die heb ik nog niet. Daar moet ik toch eerst wat meer geld verdienen. Even kijken. Dat is allemaal te goedkoop. Dat is ook te goedkoop. Nou ja, goed om te weten.
En het is niet anders. Zo. Wat is er nog meer? Kan ik nog meer verkopen? Nou ja, deze kan ik verkopen natuurlijk. En die doen we gewoon voor 150. En die pannen, oh wauw, die potten, die zijn dus ook te goedkoop. Ja, die is een goede prijs. Dat verkopen we. Dat verkopen we. Nog één dingetje en dan ben ik uitverkocht, mensen. Oh nee, dan heb ik nog, dat heb ik nog. Hopla. En dan moeten wij weer nodig de dungeon in, de kerker in. Het probleem is natuurlijk dat ik één nacht vergeten ben om te doen. Alleen volgens mij is er niet iets als een soort tijdslimiet waarbinnen je alles gedaan moet hebben. Dus dat is relaxed. Oké. Hopla. Doei doei allemaal. Ja, alles is op. Ik heb 1700 verdiend. Heel mooi. Dit is heel veel vraag naar. Ja, maar die wil ik ook zelf hebben. Alles is meer vraag naar. Wij gaan naar buiten. Hier is geen tijd, gelukkig. Hey, wat zeg het eens. Hij wil souvenirs halen in de dungeon. Misschien zelfs van de gesloten kerkers, als we geluk hebben. Heel fijn dat het niet uitmaakt waar je de stad uitgaat. Je komt altijd hier terecht. Hopla. En daar gaan we weer. Dan gaan we weer wat spullen verzamelen. Ik heb mijn schild. Ik heb mijn zwaard. Ik heb mijn koprol. En daar gaan we dan. Hopla. Ja. Ah. Ja, dat is niet zo heel slim van mij dat ik natuurlijk precies op die plek stil ga staan. Zo. Vraag me af of er ook meer wapens komen. Oh, hey, ik zie daar een boom. Oké, spulletjes, die zijn handig. Wat is dit? Oh, wauw, dit is cool. Een hele nieuwe omgeving. Nieuwe spullen. Dat is vet. Ik heb bladeren. Kan ik hier nog wat spullen eruit? Wauw. Zien jullie dat? De hele wereld vertekent hier. Zo. Lenzen en... dat is ook allemaal heel erg handig. Water, dat had ik nodig. Ja, nu is het dus belangrijk dat ik eigenlijk eerst ga kijken om spullen te verzamelen. IJzer had ik nodig. Ik kan er nu dus voor gaan kiezen om eerst heel veel zelf te gaan... Oké. Ja, ik ben bijna dood, hè? Mijn eerste stappen in de kerker. Nou ja, ze zijn niet ver van Inoka gevonden. Een leuk dorpje. Heel speciaal. Ja, er meerdere mensen mogen erin. Maar niemand zal samengaan. Dus je doet het altijd in je eentje. Oké, dus het worden elke keer anders. Grappig. Ja, het is nooit dezelfde twee keer. Of er niet iemand anders is. Probeert het, werkt het. Nou ja, dat is heel veel grappige achtergrond. Er zijn heel veel mensen nu. Het is helemaal, iedereen negeert dat het zo gevaarlijk is. Alleen maar om bekend te worden. Ja, het is allemaal vragen. Waar komt het vandaan? Oké, en... nou, dat was allemaal leuk, maar niet zo boeiend. We gaan maar weer terug naar huis. Want ik zit een beetje vol. Mijn energie is niet zo goed. Dus er is misschien wel iets als een health potion of zo, maar dat weet ik dus niet zeker. Kijk, ik heb nu dus heel veel geld. Even kijken, wat wil ik hebben? Hier kan ik er wat van verkopen. Die heb ik nog nodig. Dat kan ik niet verkopen. Zo, weet je, ik denk dat ik gewoon lekker niks ga verkopen vandaag. En gewoon
Ik ga kijken of ik wat kan verkopen. Zo, kom ik dan 's nachts uit of is het dan weer de volgende dag? Ja, ik kom 's nachts uit. Hopla. Hup. Alles hierheen. Mijn health, mijn gezondheid is weer helemaal goed. Dus dan gaan we weer verzamelen, zodat we straks gewoon duurdere en betere dingen kunnen verkopen. Dat is natuurlijk wel wat leuker. Zo, dan gaan we weer naar diezelfde dungeon. Kijk, het doel is natuurlijk om deze kerkers vrij te gaan spelen. Maar daar heb ik gewoon wat meer ruimte en wat meer health en zo voor nodig. Dus dat gaat gewoon wel weer aankomen. We zitten op 21 minuten nu. Dus ik kan nog eventjes. Ik wil de video's niet langer dan een half uur maken. Dat is op zich al best wel lang. Ah, nee, dat meen je niet. Ik heb helemaal niks verzameld. Oké, nou. Dat ging slecht. Hey, ik mag nog een keer. Dat is relaxed. Ik was alleen wat die spullen die ik in mijn tas had kwijt. Maar ik had niks in mijn tas, dus dat scheelt. Oké, nou zo leer je dus elke keer weer wat. Hopla, dat ijzer dat moet ik dus goed verkopen. Voor een goede prijs, of ik moet het zelf gebruiken. Ah! Dat is niet zo heel handig voor mij. Hopla. Zo, dat is wel relaxed dat je er gewoon een beetje naast kan gaan staan. En zo, daar gaan we weer. Koprol er overheen. Ja, kom maar hier. Oké, dat moet via deze kant. Zo, nog meer spullen. Ah, dat is er ingevallen, dat is zonde. Oké. Hopelijk doen ze alleen maar dit. Ja, nou dat is wel makkelijk als ze gewoon gedeeld hebben alleen. Kijk eens aan. Zo. En nog meer. Hey, wacht even, dat is... Is er hier nog ergens een andere uitgang? Nope. Ah! Dat ging niet helemaal zoals gepland. Ik wil hierboven nog even kijken en dan gaan we TV nou weer zeggen dat ik allemaal... Kijk eens aan. Dit is handig. Hier wordt mijn gezondheid in één keer een stuk beter. Zegt hij dat hier ook? Ja, oké. Zal wel. Zo. Zo. Kan ik hem nog een keer opladen? Zou dat werken? Als ik hier gewoon weer inga. Yep. Dat is handig. Zo. Kunnen wij naar boven gaan? Ik heb nog zat ruimte in mijn... Hey, waarom krijg ik niks? Gierig. Heel gierig. Kijk, dit vind ik wel grappig. Het monster slaat gewoon naast me. Zo. Dit ziet er niet goed uit. Of wel goed uit. Ik weet het niet. Wat denken jullie? Golem Dungeon 2.
Dit heeft hij laten vallen toen het beest is gevlucht. Hij is heel rijk. Voor alle dingen die je hierin stopt, dan krijg je goud. Oké. Als je je pendant moet gebruiken, het is een spiegel, hou het simpel. Ik vraag me af, waar gaat het spul heen? Een spiegel. Oké, dus op die manier kan ik gewoon spullen omzetten in... Dat is handig. Vernietig één item in the direction shown when placed. What? Ik heb echt geen idee wat ze bedoelen. Ik heb geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Wat... Het zal wel. Hier heb ik allemaal spulletjes. Oh, kijk. Hier zie je wat die mensen vonden van de prijs. Dat is handig. Dat wist ik nog niet. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker. Je kan het ook per kerker zien waar je het vandaan hebt. Dus fabric, dat vonden ze een veel te goede deal. Ja, dat is relax. Ze waren blij met 150 voor dit. Oké, dan. Dit scheelt mij weer onwijs veel tijd. Ik weet alleen niet wat dit inhoudt. Zo, nou ja, het zal wel. We gaan gewoon... We gaan gewoon één stap verder nog. Wow. Oh. Nou, mooi moment om naar huis te gaan. Zo, ik heb veel verdiend. En we gaan weer opslaan. Dit is ook een... Zo. Oh, er is hier wat nieuws misschien of zo. Wat is hier? Oh, kijk, hij is er. Hoeveel kost dat? 5500. Ja, yep, dat mooi verhaal. Wat heb jij me te vertellen? Ja, je kan spullen voor me maken, maar ik heb nog niet genoeg dingen om te bouwen, meneer. Ik zou heel graag zo'n fancy weapon willen. Maar dat zit er nog niet in. Waarom blijft het uitroepteken? Wat is er nog meer aan de hand? Wat... Ja, het zal wel. Wij gaan naar huis. En ga ik wat spullen neerzetten. Ja, even kijken. Ja, toch wel. Ik ga toch nog maar wat meer geld verdienen. Zo. Zo, deze, die hadden we een goede prijs voor. Zo, deze zetten we erin. En... Ja, en dan kunnen we dan even kijken hoeveel... Whetstone... De goede... De 20 was te duur. Dus we moeten hem denk ik op 10 zetten. Heb ik hier whetstone in staan? Ja. Zo, dit was te goedkoop. En zo, nou dan gaan we nog even kijken of dit het is. Hoi. Wat is dat nou? Ik denk dat ik moet gaan slapen. Nou, saving. Mooie afsluiting van de dag. Wij gaan nu ophouden.
We gaan stoppen weer. We hebben deze sessie gehad. Ik zou zeggen weer dankjewel voor het kijken als je het hebt volgehouden. En tot de volgende keer voor meer Moonlighter. Doei doei.